laat ik eerlijk zijn een leven zonder internet dat is geen leven maar ik geef het niet op ik blijf vechten ik blijf het proberen ik moet en zal internet in mijn werkplaats krijgen in mijn geval is internet in de werkplaats een mission impossible ik probeer al jaren betaalbaar goed internet van drie hoog hier naar beneden te krijgen. Een jaar geleden heb ik de Netgear Orbis getest. Dat is een systeem dat is gebaseerd op mesh networking. Je plugt een stationnetje in je router en dan op elke etage een satelliet. En zonder dat je iets hoeft in te stellen, wordt het wifi doorgezijnd. En uiteindelijk had ik succes. Ik had hier internet. Maar dat kostte bijna 500 euro, want ik had drie van die dingen nodig. En... Ik moest een van die dingen bij de buren neerzetten. En wat gebeurt er dan als je buren ruzie krijgt? Gelukkig heb ik geen ruzie met de buren, maar ik moest de Orbis wel weer inleveren. Ik zocht dus naar een goedkopere oplossing. Al jaren probeer ik dat met powerlines. Powerlines steek je in het stopcontact, verbind je met je router. Dan steek je een andere powerline elders in het huis en meestal heb je dan internet, vooral in een moderne woning. Maar ik woon in een gebouw dat totaal powerline-onvriendelijk is. Dit gebouw heeft Elektra, ja, die ik schat 50 jaar geleden is aangelegd. Het is een beetje een rotzooi. Op alle verdiepingen is een stoppenkast. En dan heb je centraal beneden nog een meterkast. Dan moet je nog 20 meter onder de grond naar deze werkplaats. En daar is weer een stoppenkast. Dat zijn allemaal variabelen die invloed hebben op de kwaliteit van het signaal. In de praktijk bleek. De powerline dan ook heel vaak uit te vallen. Dan had ik een kwartiertje internet hier beneden en dan wam, moest ik weer omhoog lopen. Powerline uit de router en uit het stopcontact halen en opnieuw opstarten. Ik werd er gek van. Ondertussen wordt de technologie achter die powerlines steeds verbeterd en er zijn nu weer nieuwe generatie powerlines op de markt. Die maken bijvoorbeeld gebruik van de aarding in een stopcontact om nog hogere snelheden uh, over te zijn en naar zeggen zouden ze ook gewoon veel stabieler en minder gevoelig voor allerlei storingen zijn. Dus ik heb die nieuwe generaties Powerline in huis gehaald. Maar liefst twee: de Devolo Multiroom Kit en de Fritz Powerline 1260e. In grote lijnen bieden beide Powerlines dezelfde features. Bijvoorbeeld, deze hebben WiFi ingebouwd. De Devolo onderscheidt zich in dit geval dat je je stopcontact niet verliest, want hier zit nog een stopcontact. En ze bieden gigabit lam. Dat wil zeggen, als jij hier een ethernetkabeltje inplugt en je maakt een netwerk, dan kan je tot 1200 Mbit per seconde halen. Maar dat werkt alleen door wat ik eerder al noemde, de aarding. De aarding van het stopcontact is een derde kanaal waardoor het signaal heen kan gaan. Nou kan ik niet gebruik maken van die hogere snelheid van deze generatie powerlines, want de aarding in mijn kamer is niet aangesloten. Alhoewel ik wel geaarde stopcontacten heb. Weer een voorbeeldje van het rommeltje in mijn huis, waardoor het niet powerline vriendelijk is. Ik ga je niet vertellen hoe eenvoudig de installatie is, want het enige wat je hoeft te doen. Is één powerline in het stopcontact steken. Een andere hier beneden in de werkplaats op het Connect knopje drukken en ze zijn verbonden. De vraag is nu natuurlijk: is Mission Impossible eindelijk Mission Possible geworden? Yes! Ik heb internet in mijn werkplaats en het is betrouwbaar. En het is ook nog snel genoeg. Ik heb een speedtest gedaan. Ik heb er zo rond de 45. Uh, en bit per seconde en 22 uploaden. Dat is meer dan genoeg voor de werkplaats om software te draaien en instructievideo's te bekijken. Oké, okay, ik heb die aarding niet, dus het is ook maar... Een een vijfde van wat ik boven heb waar ik echt snel internet heb. Maar ik ben hartstikke blij. Met die moderne mesh networking wifi stations zoals die Netgear Orbi van ongeveer een jaar geleden was ik bijna 500 euro kwijt. Dit kan ik al voor zo'n 170 euro, à 200 euro oplossen met powerlines. Geweldig. En ik heb nog wat geks ontdekt. Als ik de powerlines in het ene stopcontact Plug, dan doen ze het niet. Doe ik hem in een andere, dan doen ze het wel. Dat zegt niks over die powerlines, maar dat zegt iets over die chaos van Elektra in mijn huis. In een gewone nieuwbouwwoning werken die powerlines uh, perfect. Maar als jij nou ook problemen hebt met powerlines, probeer dan ook eens een ander stopcontact. Ik ben in elk geval heel blij en ik hoop dat ik uh, nooit meer een Mission Impossible in de werkplaats hoef te doen.